Mevrouw Ouderhand van de Partij van de Dieren. Voorzitter, dank u wel. De Kamer hoort de beraadslaging overwegende dat de Europese verordening officiële controles vorm gaat geven aan inspecties op diertransporten. Constaterende dat verschillende lidstaten terecht hebben gepleit voor de aanwezigheid van een dierenarts bij inspecties op diertransporten en dat dat niet kan worden overgelaten aan mensen zonder expertise op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid, verzoekt de regering zich aan te sluiten bij lidstaten die pleiten voor de aanwezigheid van een dierenarts bij diertransporten bij de verdere behandeling van de Europese verordening en gaat over tot orde van de dag. Wordt deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt die deel uit van de beraadslagingen. De Kamer gehoort de beraadslaging constaterende dat buiten de Europese Unie lagere dierenwelzijnstandaarden worden gehanteerd dan in de EU, zoals recent is aangetoond bij de productie van paardenvlees in Noord- en Zuid-Amerika, overwegende dat met het overeengekomen vrijhandelsakkoord tussen de Europese Commissie en Canada de Europese markt wordt opengezet voor producten die niet voldoen aan Europese dierenwelzijnstandaarden, wat ten koste gaat van dieren en het gelijke speelveld voor Europese ondernemers, spreekt uit dat het vrijhandelsverdrag met Canada onwenselijk is en gaat over tot de orde van de dag. Wordt deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt de deel uit van de beraadslagingen. Voorzitter, dan hoorde de Partij voor de Dieren een VVD-europarlementariër met een goed idee. Nou, als die gelegenheid zich voordoet, zeg één keer in de 10 jaar, moet je hem niet laten lopen. Dus zijn idee staat in de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat er in de Europese Unie dierenwelzijnsnormen gelden voor alle ondernemers. Overwegende dat dit gelijke speelveld niet ondermijnd mag worden door import van producten van buiten de EU, waarvoor deze normen niet gelden, spreekt uit dat voor het afsluiten van vrijhandelsakkoorden met derde landen het handhaven van de Europese normen voor dierenwelzijn voor alle producten uit landen buiten de EU een absolute voorwaarde is en gaat over tot de orde van de dag. Wordt deze motie in voldoende mate ondersteund? Dat is het geval, dan maakt het deel uit van de beraadslaging. Voorzitter, tot slot een rappel. De staatssecretaris had gezegd tijdig met haar appreciatie over de stand van zaken de nieuwe voorstellen voor klonen en nieuwe voedingsmiddelen te komen. De Kamer vraagt haar daar al om sinds september. We hebben begrepen dat die discussie op korte termijn wordt voortgezet in Europa, maar we hebben haar appreciatie nog niet gehad. Dus graag een rappel op die toezegging om de Kamer goed te informeren, zodat we niet weer, net als bij het Gentech-dossier, achter de feiten aanlopen. Dank u wel.